Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik ga even richting Amsterdam. Ik heb daar even een afspraak. En daarna ga ik even snel naar Nessie. Gaan we even samen naar het huis. Want daar zijn ze dus vandaag bezig met de muren. En dan geef ik jullie even een update van wat er allemaal de laatste tijd is gebeurd aan het huis. Want we zijn wel een stuk verder. En het is natuurlijk weekend tussen nu. Maar ze zijn vandaag weer gestart. Dus ik neem jullie vandaag daarin mee een beetje. Ik ben net klaar met mijn afspraak. Ze stuurde mij net een update van ons huis. Onze tegels staan er dus al in de gang. En het ziet er zo mooi uit. Wij zijn best wel voor extreem gegaan. Want onze tegels zijn mega groot. Maar ze zijn zo mooi. Daar ben ik zo blij mee. Ik doe even mijn haren vast. Want die zien er echt niet uit vandaag. Ik moet echt zwaar nodig Olaplex in mijn haren doen. Het is echt heel erg kroes. Dat ga ik denk ik straks ook even doen voordat we mogen eten. En nu weer terug naar huis. Guys, ik zei tegen Nessie vandaag, we gaan vandaag met de Ramadan echt een keer gezonder eten. Komt hij met alle snacks thuis, nog van zijn verjaardag. Ik heb nog snacks van mijn verjaardag. Kijk eens. En koekjes. Oh my god. En Oreo. Oh my god. En Skittles. Oh, ik heb zoveel. Oh, ik heb zo lang geen Skittles gehad. Ja, ik weet het, I know. Heb je ze gehad? Ja, op mijn verjaardag. Oh. En kijk, drinkje heb ik ook. Oh. Het is allemaal zero. Oh, I can't. Kijk een keer wat Nessie dus heeft aangeschaft. Disney Plus heet dit. Ja. Yeah. En hij wil dit allemaal met mij kijken. Ja, vooral het gaat om deze film hier, Soul. Ik heb gezien, ik heb gehoord dat hij heel goed is en ze hebben gisteren een Oscar gewonnen. De laatste dagen zie ik er echt alleen maar zo uit. Ik heb dus een trui aan van Nessie, veel te groot. We zien er wel een beetje hetzelfde uit, zeg maar. Echt, we zijn in die chilling fase. We gaan naar het huis toe en dan geef ik jullie even updates. We zijn er, let's go. We zijn in het huis en wat ze vandaag hebben gedaan zijn vooral de muren. Dit is hoe we het origineel hebben opgekregen. Ik vond dat het is geschuurd, het is lekker glad. En dit is hoe het is geworden. Heel mooi wit, glad behang. Hij moet nog geverfd worden, dus er komt nog een laag overheen. Dan is hij helemaal strak. Kijk het verschil tussen dit en dit. Ja, het is echt zeker. En boven wordt gewoon lekker allemaal gebroken wit. En de badkamer is de vloer erin. Nou, de vloer zit erin in de badkamer. cement stort hier ook. Ze hebben het geëgaliseerd dat hij helemaal glad is. Vloerverwarming zit erin. De douche is opgemeten. En die is zo groot. Hij is echt groot, man. Is echt groot. En hier komt de toiletpot. Hier de wastafel. Ik wens jullie volgende week hier echt heel veel verandering in. Ja, want ze gaan dus morgen hiermee starten, hè? Echt. Ja, dat is goed. Ja. Hier zie je heel goed de muren. Ja, hier is heel mooi. Maar het moet nog geverfd worden, hè, ja. Guys? Het is zo glad de muur. Ja. We hebben trouwens gekozen voor renovliesbehang. Hier zie je dus de eerste tegels al liggen voor de begane grond. Hier wordt dus echt een heel ander stijl dan boven. Boven komt gewoon... Visstraat. Ja, visgraatvloer. En hier hebben we dus van die hele grote mega joekels, tegels. Tegels zijn 1,20 bij 1,20. Ja, ik vind ze echt zo mooi. Ik weet dat heel veel mensen ze overdreven gaan vinden, maar dit is echt wat wij wouden. De plafonden zijn hier ook gedaan. We hebben gekozen voor een spanplafond. Dan wordt het echt heel mooi wit. Want ik kan jullie misschien wel even laten zien hoe het plafond er normaal uitziet. Geen maar. Ja. Kan mij maar even. Dit is zeg maar hoe de plafond er normaal uitziet. Het is zeg maar een beetje geribbeld. Kijk, nu zie je het heel goed. En nu is de plafond zo. Kijk, ze hebben de spotjes en zo hebben ze ook al geplaatst. Hier hebben ze ook al voor het geluid, dat het een beetje dempt, hebben ze ook al geplaatst. En dan doen ze dus een spanplafond, heet het. Ja, er komen hier dus gewoon spanplafonds. En wij hebben dus gekozen voor een lichtplan. Dus dan komt het allemaal indirect licht en spotjes overal. Ja. En ja. Hij wordt heel mooi glad wit. Ja. Het overschot van de tegels die wij hebben, gaan wij plinten maken. Die plinten worden ongeveer 10 centimeter hoog. En die komen dus eigenlijk aan de zijkant van de muur. Ja. Zo op de tegel. Dus eigenlijk zeg maar zo. Ja. Tegen de muur aan. En dat geeft echt een heel mooi effect. Als jullie tegels doen, is het echt een aanrader. En we hebben overschot, dus in principe kunnen we de hele woonkamer naar beneden toe gewoon doen. Hey guys. We staan nu wel op de vloer, maar hij zag er eerst ook niet zo uit. Hè, nee, klopt. Want in het begin was de vloer niet gelijk. De aannemer heeft het nu geëgaliseerd. Dus dat is een laagje van ongeveer, ik denk een centimeter of anderhalf, twee. Is er bovenop gekomen en heeft hem helemaal glad gemaakt. En hier bovenop gaan we dus tegen. Dus voor de mensen die gaan verbouwen, verhuizen of die dit soort huizen ook gaan hebben, check de vloer altijd, want als je tegels gaat zetten op een ongelijke vloer, heb je een kans dat die tegel kan breken in de toekomst. Ja. Dus ik ben helemaal vergeten om iets voor jullie te filmen. Guys. Dat is dus
dit. En toen ik het voor het eerst had gefilmd mijn Insta-story, dacht ik, ik doe het even aan. Even kijken zo. Ja, kijk. Dachten alle mensen dat dit zo'n sneeuwbal is, maar dat is een van onze slaapkamers. En ik heb hier iets heel erg leuks bedacht. Geïnspireerd op Pinterest. Oh yes. Maar dat zie ik vanzelf wel even voorbij komen. Maar het wordt echt heel erg tof. Ik vond wel echt heel grappig dat iedereen dacht dat het een sneeuwbal was. Yeah. Maar het lijkt wel een beetje op. Jullie hebben echt gelijk, maar het is het niet. En je kan ook dimmen. Doe eens een keer net wat je hebt gedaan. Nu lukt het niet. Oh, leuk man. Wel fijn dat het niet zo fel is, toch? Yeah. Nou, dat was de update van de dag. Oh, I love this. Het is heel grappig, gewoon in elke belichting ziet het er anders uit. Spannend, hè? Kijk, zo zie je eigenlijk de echte kleur. Maar als je van boven komt, lijkt het zo wit. Maar het is echt crème. Heb je de wc's ook gezien hoe die daar in de wc zit? Wat is er daar in de wc dan? Hebben daar ook de tegels? Natuurlijk. Oh, dat wist ik niet eens. Die, maar er zit al één tegel in. Oh! Zie je dat? Heel mooi. Wat mogen we daar ook lopen? Nee, we lopen er niet op, hoor. We lopen zo verkeerd. Nee, ze geeft zijn moeder een opleiding. En boven hebben we pakken dit de muur die was. Kijk. Wij gaan vandaag tacos maken, dus we hebben van alles en nog wat gehaald in de supermarkt en we gebruiken dit keer deze kruiden. We wisselen even af, met de kruiden, want anders smaakt het elke keer een beetje hetzelfde. En ja, we hebben hier mais. Kijk, we hebben alles klaargelegd hier op tafel. En wij waren dus echt zo bezig met al deze dingen dat ik de kip een beetje heb aangebrand. Ik baal er echt een beetje van, maar ja, goed. En dit gebruiken we zeg maar als de taco, maar we hebben hier ook gewoon de normale versie. Kijk eens wat we aan het kijken zijn. Aladdin. Zo lang geleden, hè, Nes? Zo leuk. Maar we kijken hem in het Nederlands. Het is voor de eerste keer voor mij dat ik het in het Nederlands kijk. Ik vind het in het Engels eigenlijk leuker, hoor. Ook het liedje vind ik veel leuker. Arabian Nights. Zo, wat een kop. Ik had al eerder verteld vandaag dat mijn haar deze week echt heel pluizig was. Dus ik ga nu even lekker Olaplex erin doen. En dan even laten inwerken. Even de afwas doen en zo. En dan daarna even lekker uitspoelen. Het eten was trouwens echt heerlijk. Wat ik altijd doe voordat ik Olaplex aanbreng is gewoon een beetje mijn haar nat maken. Want het moet op handdoek droog haar. En ja, je gaat niet eerst douchen en daarna Olaplex erin doen. Dus ik maak het gewoon zo nat. Doe ik Olaplex erin. En daarna ga ik even douchen. Ik laat het wel even inwerken hoor. Een paar uurtjes. Genoeg tijd. Zo. Prima. Olaplex number 3. Ik heb het al vaker laten zien. En je hebt gelukkig niet zoveel nodig. Vooral mijn voorste plukjes. Zo. En dat is eigenlijk meer dan genoeg. En dan doe ik het lekker in een knot.